Hallo, daar ben ik weer. En vandaag wil ik met jullie citroenrolletjes maken. Wat heb je daarvoor nodig? Een blikje croissantdeeg. Ik heb super croissantjes genomen omdat ik veel wil maken. Dus een potje lemon curd. Amandelsnippertjes, schaafseltjes. Wat poedersuiker. Ik heb een muffinblik, maar dat kan ook gewoon op een gewoon bakblik. Een kommetje, een lepel. Een scherp mes en iets voor uit te smeren. Ik heb een paletmes, maar je kunt het ook gewoon met een broodmes doen. En natuurlijk een snijplank, niet vergeten. Waar beginnen we mee? Eerst met croissantdeeg. Eens even kijken, hoe gaat die open? Ik vind er altijd wel een dingetje. Ah, hier staat het. Ik heb ondertussen mijn oven aangezet op 200 graden, dus die staat nu voor te verwarmen. Ik zal mijn strik even naar binnen frottelen, anders hangt hij er overal in. Dus de oven heb, moet je alvast even aanzetten. Dan pel je deze even voorzichtig los. En dan doe je de gaatjes even dicht. Even met twee vingers het stippenlijntje even netjes dichtduwen. En doe ik ook bij deze. En als je dan zo kijkt, zie ik dat ze nog niet helemaal dicht zijn. Dus ik moet beter mijn best doen. Dus niet te voorzichtig. Hier snij ik hem even door. Ik heb super gezellig gepakt, maar je kunt natuurlijk ook de gewone pakken. Hè? Het nadeel als je zo'n grote verpakking zoals ik heb, dat een twee keer moet. En ook hier duwen we de randjes even netjes dicht. Nou, hij past net niet op mijn werkbladje. Dan neem ik de lemon curd. Die doe ik in een schaaltje. Het is een vrij dikke substantie, dus ik vind het altijd prettig om die eerst even een beetje los te roeren. Dus gewoon even, dan wordt hij wat smeuïger. En dan bewerkt hij zich net wat makkelijker. Nou, ik doe er even wat op. Even netjes verdelen. En lemon curd wordt eigenlijk gemaakt van suiker, roomboter en citroenen. En dan van citroenrasp en dus het sap. Dus het gaat allemaal gaat dat in een potje. En dat moet behoorlijk indikken, wil je daar een mooie lemon curd van maken. Ik heb hem nou uit het potje, maar ik moet jullie heel eerlijk bekennen, ik maak hem ook regelmatig zelf. En dat is echt wel een werkje. Want je moet zo lang blijven roeren dat hij netjes is ingedikt. En dat kan soms wel 3 kwartier duren. En je moet blijven roeren, want anders bakt hij aan. Dus daarom ga ik voor de kant-en-klare variant deze keer. De amandelschaafseltjes. Ja, die neem ik gewoon in de hand en die strooi ik er gewoon lichtjes overheen. En de ene zal een beetje meer hebben, de andere een beetje minder. Zo ook uit de losse hand. Dan doen we nog ergens wat bijna niks is. Ja, hier. En dan gaan we het oprollen. Net zoals ik net zei, ik snij hem gewoon even door voor de makkelijkheid. En dan rollen we hem op. Want je wil niet zo'n dikke rolletjes, je wil er graag een aantal van kunnen eten. En als ze zo dik zijn, nou, dan is dat niet zo lekker. En dan zet je ze in de muffinvorm.
Ze doopt het ook met deze. Zoals jullie zien, mijn muffinvorm is dadelijk vol en ik heb nog deeg over, dus dat moet bij mij in twee keer. Voorzichtig met het scherpe mes. Ik heb al vaker croissantdeeg gebruikt. Het is omdat het zo makkelijk is. Het is, je hebt het vaak, heb je, tenminste ik heb het vaak in huis. Het is even snel. En als je onverwacht visite krijgt of je hebt onverwacht trek in iets lekkers, is er snel iets meegemaakt. Deze gaat bij mij nou de oven in. Voor ongeveer tussen de 10 en 12 minuten. Je moet tussendoor even kijken. En als ze uit de oven komen, dan ongeveer tussen de 10 en 12 minuten. Die van mij hebben er 12 minuutjes in gelegen. Zien ze er zo uit. En dit is ook het verschil wat ik jullie wou laten zien. Als ze nou in een muffinblik komen, dan blijven ze mooi opgerold. Doe je ze nou gewoon op een bakblik, ja dan rollen ze een beetje uit. Ik vind ze er beide prachtig uitzien. Dus in feite maakt het niet uit. Voor de smaak maakt het geen verschil. En dan de poedersuiker. Die doen we er nog even overheen om er een mooi beeld voor te krijgen. Ik doe er altijd al in het bakblik, anders is je schaal meteen zo vies. Rijkelijk bestrooien, dat ziet er altijd gezellig uit. Hier in huis zeggen ze overal als suiker overheen gaat, ben ik sowieso al dol. Dan vis je ze er voorzichtig uit. Ik moet het voorzichtig doen, want ze komen net uit de oven. Dus ik wil mijn vingers niet branden. En ik wil jullie het resultaat laten zien op een schaaltje. Ja. Dus ik ze er even uit en spoelen wij even door. En zo ziet het dan uit op een schaaltje. Veel plezier met maken en tot de volgende keer. Doei!